Hallo, dit zijn de kaartjes voor de kreeft voor mij. Ik ga met de tarotkaartjes leggen. Dit is de Witcheskraft tarot. Dus we gaan kijken voor jullie, lieve kreeften. Mijn naam is Inke Bakker, zoals de meesten van jullie wel weten. En ja, mochten jullie problemen hebben, meer duidelijkheid over iets willen weten of andere zaken, laat het me weten en dan kan ik jullie daarmee helpen. Eerste kaart. Kreeft voor mij. Tweede. Toekomst voor de kreeft. Oké, gaan we eens even voor jullie kijken. Oké, hier hebben we, even kijken hoor, de wandstaven. Oké. Staven, de page van staven. Een page wil zeggen altijd een nieuw begin. En als je staven hebt, dan heeft dat ook met de lente te maken, hè? En ook met vurigheid, dus dat er met passie. Hè? Zij zit met de draak, ze neemt een moment van rust, maar ze gaat er ook voor. Hè? Een page wil vaak nieuwe dingen leren. Dus het kan toch zijn, zij zit op de dwarsfluit te fluiten, hè? Om de draak waarschijnlijk ook rustig te krijgen. Maar nieuwe dingen komen op je pad en dat gaat ook snel gebeuren, zeg maar. Oké, dit is leuk. Die moet ik even erbij pakken, want ik ken deze kaart niet. Het is gewoon een extra kaart van deze set. En dat wil eigenlijk zeggen dat er eigenlijk nog niet duidelijkheid is. En dat er nog duidelijkheid moet komen voordat je verder kan op dit pad. Er komt nog duidelijkheid, maar ze kunnen het nog niet duiden. Het is nog niet, mag nog niet in de openbaarheid komen nu, op dit moment. Het kan betekenen dat iets van het verleden, maar wat nog niet helemaal begrepen is, snel komt. Eén gebied moet nog even kijken. Verdere stappen worden genomen om de grote overzicht van dit kaartje te kunnen duiden. Nou, dat is de eerste keer dat ik dit kaartje krijg, lieve kreeften. Paasje wil wat leren, maar dan komen er nog nieuwe dingen op je pad. Maar dan kom je wel bij de 10 van Pentagrammen. En dat wil zeggen financiële welvaart. Ja, het gaat allemaal goed met je huis. En alles gaat goed, 10 van Pentagrammen. Oké, ik kan even kijken. 10 van Pentagrammen. Gehechtheid aan huis en haard geeft de gevestigde positie en succes weer, maar ook familiebanden, traditie en afkomst. Mooi hoor. Oké, dan ga ik nou, en dat is bij deze, zeker bij die Anunco, wel even fijn om een verduidelijking te krijgen. En wie gaat dat doen? Voor de kreeft. De energy tarotkaartjes. Oh, de energy kaartjes eigenlijk. Energy oracle kaartjes. Oh, zo. Ja, mijn energie zit erop, hè? Kaartjes voor de kreeft voor mij. En voor de toekomst. Mijn verduidelijking. Oké. Bij die page. Mag je, ja, zij loopt eigenlijk het tempelpad, trapje voor trapje omhoog. En ze leert steeds wat bij. Zo mag je dat eigenlijk wel zien.
mooi. Dan hebben we hier, ja, soms ben je misschien zo druk bezig met je, dat je de waarheid die er nog zou komen niet kan zien. Dus neem je rust en wees niet te druk in je hoofd, zeg maar, want dan komen de mooie dingen niet op je pad. Dus, en zeg ook van, je hoeft niet met iedereen voor te zorgen, hè? Als je goed voor jezelf zorgt, dat is het allerbelangrijkste. Kijk, en zei al, dit is overvloed, maar het komt nog een keertje. De overvloed komt uiteindelijk naar je toe. Als je dus de rust neemt, de ontwikkeling accepteert, ja, dan kan je gewoon dat allemaal doen. Dus die overvloed komt naar jullie toe. Als ik jullie ergens mee kan helpen, als je zegt, ja, ik ben toch te druk, ik krijg het maar niet rustig in mijn hoofd of iets. Als er ja, iets anders in het lijf is, laat het me weten. Het allerbeste. Tot volgende maand. Dag.